We beginnen met de wedstrijd AFC-DWV. Voor de 50ste keer stonden de Amsterdamse ploegen in de hoofdklasse tegenover elkaar. Liefst 22 keer was DWV de sterkste tegen 14 keer AFC. En vanmiddag miste de koploper ook nog eens 5 geschorste spelers. Van Holte, Beuken, Geerlings en Coronel kregen 2 weken geleden rood tegen VVSB en konden vanmiddag het clubkostuum aanhouden. Datzelfde gold voor topscorer Ruben Wilsen. Hij kreeg toen zijn 3e gele kaart, ook hij langs de kant. In de 7e minuut de eerste redding van invaller doelman Stefan Veenboer op de inzet van Ricardo Pengel. 3 minuten later de volgende kans voor DWV dat in de eerste helft de beste ploeg was. Paul Boutersen lijkt daar goed te profiteren van een misverstandje tussen Wietsenhausen en doelman Veenboer. Het loopt voor AFC goed af. Na een kwartier spelen komt AFC voor het eerst echt dreigend richting het doel van DWV. De voorzet van Klobus is bedoeld voor Bobby Gering, maar het is rechtsback Appersijn die de bal langs zijn eigen doelman Heijmens schiet. En zo staat het op goed genoeg 1-0 voor de koploper in de hoofdklasse. Redelijk wat publiek op dit duel afgekomen en die zien DWV toch onverminderd doorgaan. Via Pengel die ver mag komen en een goed schot loslaat. Ricardo Pengel, linksbuiten van DWV. Vrije trap voor Mendel Wietsenhausen. Zoeken naar zijn linksbuiten Tom Klobus, want die heeft een goede voorzet in huis. En die komt er richting opnieuw Bob Gering, maar die kan net niet bij de bal komen. Gering spelend in de punt van de aanval bij afwezigheid dus van Ruben Wilsen. Ruststand 1-0, dat is verrassend op basis van de cijfers uit het verleden, want vaak verloor AFC op eigen veld van DWV. In de tweede helft gebeurt er aanvankelijk niet veel, totdat scheidsrechter Kok na ruim een kwartier rood trekt voor Henk Abercrombie. Dat in de eerste helft al geel gekregen voor een overtreding op Robert Gering en nu wegens praten zijn 2e gele kaart en dus naar de kant. 10 DWV'ers tegen 11 spelers van AFC Amsterdam. Volgende overtreding gezien door scheidsrechter Kok en bestraft met geel voor Gijs Roodbeen. Vond het zelf niet zo ernstig, maar Kok besluit de touwtjes aan te trekken. En 3 minuten later opnieuw Roodbeen met een pittige ingreep. Speelt de bal, zo gebaart hij zelf, maar daar denkt de arbiter anders over. En binnen 3 minuten trekt hij 2 keer geel voor de middenvelder van AFC. En ook die kan dan inrukken en zo is het 10 tegen 10. Opmerkelijk, want het was absoluut geen hard duel. Overleg tussen Ton du Châtinier, die achter de omheining moest blijven met zijn assistent Mo Saoudi. AFC dan, dicht bij de 2-0 met de vrije trap van Cabeza. Goede redding van de doelman, Heijmens. DWV dat dan achterin de zaak opengooit, wil een gelijkmaker forceren. En zo komt er meer ruimte om te voetballen voor AFC. Voor Turpijn bijvoorbeeld. We zitten dan in de slotfase van de wedstrijd. Gering is vervangen door Yama Hashemi. Mooie combinatie van de invaller met Cabeza. En die maakt aan alle onzekerheid in Amsterdam-Zuid een einde. 2-0 voor AFC. Ontspannen gezichten nu langs de kant. Omdat de buit binnen is voor AFC Amsterdam en voor de statistieken gaat AFC ook nog door naar de 3-0. Turpijn zojuist niet en nu is het wel heel simpel raak. AFC wint met 3-0 van DWV. Ik moet deze groep waar we vandaag mee gespeeld hebben gewoon een groot compliment maken. Kijk, we missen er toch een aantal stukken 5 door schorsingen en blessures. Nou, als je dan ook nog van DWV wint, wat toch altijd een angstkijker hier is, zeker hier thuis, nou, dan moet ik ze een groot compliment geven.